Bewoners van Albina en omgeving zijn nog ontevreden over een aantal zaken naast het probleem van constante stroomuitval dat onlangs is opgelost. Dit zegt de vertegenwoordiger van de jongeren van Albina, Arnold Bukuru, meer bekend als Cadency, geeft aan dat de gezondheidszorg in het gebied aangepakt moet worden. Hij benadrukt dat iemand eerder de geest heeft gegeven doordat die naar Frans-Guyana moest afreizen voor medische hulp. Dus eigenlijk, na morgen heb je probleem zo op de Albina. Als stroom zou niet bekonder tussen omdat de stroom uitvalt, maar morgen heb je zo op de Albina en op dat raja. En dan is zo'n big gemeenschap, zonder een ziekenhuis, is niet te doen hier. Iedereen moet oversteken naar Frans-Guyana. Het kan niet. Het kan niet. Je wil in je eigen land behandeld worden. Het kan niet. Alles maar naar Frans. En in de finale, je moet niet afbraken naar Frans. Je kan de afval op zijn naam. Voorzitter, Frans, iedereen in boto. Cadency zegt verder dat mensen duizenden euro's moeten neertellen om iemand uit Frans-Guyana naar Suriname terug te halen. Hij verduidelijkt dat het probleem met elektriciteit bijna helemaal verholpen is. We hebben meer problemen dan van de stroom. Dus maar het stroomgedeelte is een beetje opgelost. Dus dan zullen we verder gaan naar andere problemen. Wegen, goten moeten opgegraven worden. Een heleboel dingen, speeltuin, sportgelegenheden en dat soort dingen. Dus hoe amore voor van hoe dan astroom. Dat bij de amore voornaamste van taki. Die noem abi stroom dan alles mij raken verhit sowieso. En dat wat dat probleem. Dus de stand dat die omgolos op tiens op tiens op bete. Bewoners van Albina hebben de weg op 9 september gebarricadeerd uit ontevredenheid over de constante stroomuitval. Binnen enkele dagen werd het probleem aangepakt door de overheid middels vervanging van de generator.